Teamsport organiseert diverse activiteiten en projecten in de wijk om kwetsbare groepen te activeren om meer te gaan bewegen. Een van de projecten is het Hoorn Beweegt Wandelprogramma, een bijzondere vorm van de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation. Ik loop een stuk beter, want voorheen, voordat ik begon met dit lopen, nou, als ik een half uurtje gelopen had, dan was ik aan het eind. Ja, ik zit zeker lekker in mijn vel. Ja, dat is wel minder geweest. Komen in de eerste instantie komen ze op advies van de huisarts en zelf nog niet herkennen dat ze die beweging nodig hebben. Dan komt er ineens een omslag van, het is toch goed dat ik het doe en ik moet doorgaan. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen huisartsen, sportverenigingen en gemeenten in de werving van deelnemers en begeleiders. Het is belangrijk dat zorgverleners, huisartsen, praktijkondersteuners meelopen, omdat het een herkenbaar gezicht is voor de patiënten die meelopen. Ik nodig ook alle huisartspraktijken uit om vooral mee te gaan doen, want het is niet alleen hartstikke goed voor de patiënten, maar het is ook hartstikke leuk om mee te lopen met je patiënten door de wijk. Er zijn 5 huisartsenpraktijken die actief deelnemen, 5 verschillende startlocaties en 9 verschillende wandeltijden in de week. Er doen ruim 200 deelnemers mee. Ik heb al de oude vriendinnen wel gehouden, maar er zijn ook allemaal echtparen. En ik ben inmiddels een jaar alleen, mijn man is overleden. En ja, om toch weer nieuwe mensen te ontmoeten, heb ik me daar ook voor opgegeven. Ja, voor gewoon sociaal contact. Naast de 20 wekelijkse trainingen hebben de deelnemers ook mee kunnen doen aan diverse informatiebijeenkomsten, fysieke testen, 0 en 1 metingen, historische en natuurwandelingen en supermarkttours waarin mensen meer te weten komen over voeding. De combinatie van wandelen, openlucht en met de groep is eigenlijk enorm stimulerend. En zo'n natuurwandeling is weer een verrijking op wat we elke week lopen. Tot slot ontvingen alle deelnemers een t-shirt, stappenteller en stappentellerboekje en werden de trainingen afgesloten met een kopje koffie en thee. Ik ben 20 jaar heel erg ziek geweest en dat ben ik nu kwijt. Dus ik kan nu alles weer. Ik kan naar buiten, ik kan auto rijden, ik kan met mijn kleinkinderen weg. Dat ik gewoon opnieuw ben gaan leven. Ik heb van de gemeente een pedometer ontvangen, ja, een stappenteller, dan is het natuurlijk heel interessant, want na 16 weken gebruik mocht je hem houden en dat is de motivatie dat je dus mee blijft doen en dan, nu mag ik hem dus houden. Het wandelprogramma is afgesloten met een wandelvierdaagse met als hoogtepunt de landelijke finale in Den Haag, waar alle deelnemers uit het hele land aan hebben deelgenomen. We zijn hier vandaag in Den Haag. We hebben met ongeveer 4000 mensen gewandeld. Deze mensen hebben 20 weken zich voorbereid om uiteindelijk hier te kunnen zijn. Je moet het willen en dan ook nog volhouden. Gewoon gaan met die banaan. Ga eens kijken wat je zelf kunt doen. En met hulp van een aantal goede specialisten kun je verbluffend veel bereiken. Probeer het een keer, ervaar het wat het doet met je lijf, met je spieren, met je gezondheid, met je houding, met je kracht, met je conditie. Het is zo goed voor je gezondheid, dus probeer het een keer, ervaar het en laat het je te pakken nemen. Een kleine investering in tijd en energie van professionals en deelnemers kan veel plezier en gezondheidswinst boeken bij mensen met diabetes en chronische ziekten.